Kracht is een speciale grootheid, want kracht is een vector en vectoren kun je optellen, maar dat gaat net iets anders dan tussen haakjes gewone grootheden welke optellen. En daar gaat deze video over. We gaan kijken hoe we krachten kunnen optellen. En dat gaan we op twee manieren doen. En de eerste manier die je kunt gebruiken om krachten op te tellen is de zogenaamde parallelogrammethode. Wat doe je bij de parallelogrammethode? Dat is het volgende: je trekt twee hulplijntjes. Die stippel je ook altijd. Die hulplijntjes laat je evenwijdig lopen aan elke van de twee krachten. En die laat je lopen door het einde van de andere kracht. Ja, hoe ziet dat eruit? Dat ziet er zo uit: de twee hulplijntjes. En op het punt waar de twee hulplijnen elkaar snijden, daar eindigt de optelling, de somkracht van die beide krachten. En die kun je dan dus zo tekenen. De tweede methode die je kunt toepassen. Is de zogenaamde kopstaartmethode. Nou, die laat ik ook zien aan de hand van dezelfde situatie. Ik wil weer de twee krachtenbakken optellen. En wat je doet bij de kopstaartmethode is één van de twee krachten opnieuw tekenen, precies even lang en in precies dezelfde richting. Alleen laat je die kracht beginnen waar de andere kracht eindigt. En dan maakt het ook niet uit welke van de twee krachten je opnieuw tekent. Ik kies er nu voor om kracht F1 opnieuw te tekenen. En dat ziet er dan zo uit. En dan geldt eigenlijk hetzelfde als wat je net zag: waar kracht F1 eindigt, daar eindigt ook de somkracht. En die kun je dan dus tekenen. En dat ziet er dan zo uit. En natuurlijk krijg je hier precies dezelfde somkracht als in het vorige voorbeeld. Want het is ook precies dezelfde situatie. Nog twee speciale gevallen. De eerste situatie is, stel nou je moet meer dan twee krachten bij optellen. Ik heb hier een voorbeeldje met vier verschillende krachten. Nou, in dat geval is het erg handig om te kiezen voor de kopstaartmethode. En ik ga je dus ook al meteen verklappen dat het uh, uh, verstandig is om allebei de methodes aan te leren, zodat je ook altijd een keuze kunt maken bij een situatie, gebruik ik de kopstaartmethode of gebruik ik de parallelogrammethode. Bij meer dan twee krachten de kopstaartmethode. Uh, en ik ga je laten zien dat je eigenlijk best wel snel hier deze krachten uh, kunt optellen en zo de somkracht kunt bepalen van die vier krachten samen. Nou, ik ga eerst kracht F2 opnieuw tekenen. Die laat ik beginnen waar kracht F1 eindigt. Dan ga ik kracht F3 opnieuw tekenen. Laat ik beginnen waar kracht F2 eindigt. Tot slot kracht F4. Die laat ik beginnen waar kracht 3 eindigt, en dan geldt hetzelfde als wat ik net zei. Waar de laatste kracht eindigt, in dit geval is dat kracht R4, daar eindigt ook de somkracht. En de somkracht kan ik nu dus tekenen. Die ziet er zo uit. Een andere veel voorkomende situatie is de volgende: dat je de somkracht al weet, maar dat aan jou gevraagd wordt om de twee losse krachten uh, te gaan bepalen die samen voor die somkracht zorgen. En uh, in die situatie is het juist weer heel erg handig om de parallelogrammethode te gebruiken. Ik heb hier een situatie getekend. Laten we zeggen dat dit een koord is. Er hangt iets aan het koord. Je ziet dat het koord naar beneden is gebogen. Het koord zelf moet een kracht uitoefenen aan het voorwerp, op het voorwerp dat aan het koord hangt. En die uh, somkracht die is hier getekend. En die somkracht bestaat dus uit de twee spankrachten in het koord. En nu weet ik niet. Uh, hoe groot die twee spankrachten zijn. Maar wat ik gelukkig wel weet, is dat allebei de spankrachten in de richting van allebei de koord, koorden moeten lopen. Dus ik kan nou dat gebruiken, en mijn kennis van de parallelogrammethode om die twee losse spankrachten te achterhalen. En wat ik eigenlijk ga doen, is precies de andere kant op werken als dat ik net deed. Ik heb nu de somkracht. Ik kan nu de twee hulplijnen tekenen. Evenwijdig aan de beide richtingen van de onbekende krachten. En waar elk van de hulplijnen het touw snijdt, daar eindigen dus die twee spankrachten F1 en F2. En zo heb ik dus vrij eenvoudig de beide spankrachten bepaald eh, vanuit de somkracht.